Het is even na 12 vanmiddag als ambulancepersoneel probeert met reanimatie het leven van vastgoedmagnaat Enstra te redden. Te vergeefs, zo meldt de politie. De moordaanslag op Willem Enstra is geslaagd. In het ziekenhuis overlijdt hij. Neergeschoten met een riot gun. En van de dader geen spoor. Dit is hem. De laatste plek van de heer Enstra, die afgelopen jaar innam op de Code 500. Met nummer 93 met een vermogen van 200 miljoen euro. Dat zijn er behoorlijk wat. Enstra werd geliquideerd voor zijn kantoor aan de Apollolaan. Voor het pand waar zijn vader ooit begon met de verhuur van spoorwegmaterieel. Het is niet de eerste keer dat de chique laan wordt opgeschrikt door een koelbloedige moord. Eerder werd topcrimineel Klaas Bruinsma er neergeschoten. Bewoners reageren wisselend. Als het zo door blijft gaan, dan blijft hij veel over natuurlijk. Het is niet de eerste liquidatie ook. Nou, ik geloof dat hier toen in 91 300 meter verderop ook nog eens een keer liquideren. Ja. Dus zoveel. Wat vindt u ervan? Ja, ik heb daar geen mening over. Met link. De buurt heeft er zelf geen last van. Als je niks met die mensen te maken hebt, dan heb je daar ook geen last van. En ik heb er verder nooit wat mee te maken gehad. Dus ik vind de tasjesrovers en de mensen die de auto ruiten inslaan, die geven meer problemen dan dit. Rond drieën komt een aantal mensen naar de plaats van de moord. De politie wil niet zeggen of het gaat om nabestaanden, maar ze zijn duidelijk geëmotioneerd. De dader is spoorloos verdwenen. Maar alles wijst erop dat het gaat om een afrekening door de georganiseerde misdaad. Het magazine Quote besteedde al eerder aandacht aan Enstra. De redactie is weinig verrast door de aanslag. Nou, helemaal als verrassing kan het niet komen, want Serge heeft in het verleden justitie dan ook laten weten dat hij eventueel ontvoerd dan wel geliquideerd zou gaan worden. Dat heeft hij ook zelf in het artikel en quote verteld, wat in november 2002 uit is gekomen. Een verrassing mag het natuurlijk niet zijn. Hij stond op een hitlist. Hij stond op een zogenaamde hitlist. Maar ja goed, die hitlist die worden natuurlijk te pas en te onterpas gebruikt. Van ik sta op een hitlist. Nou, nu is hij inderdaad geliquideerd. Dus je mag aannemen dat hij ergens op gestaan heeft. Enstra is nooit veroordeeld geweest voor strafbare feiten. Toch ging er een zweem van criminaliteit om de man. Door bijvoorbeeld een door Quote gepubliceerde foto, waarop hij te zien is met een van de Heineken-ontvoerders. Dit is overigens een plek vlak voor het kantoor waar hij vanmiddag is om het leven is gekomen. Hier zat hij op een bankje in het parkje. Ja, en dat is daar zeg een schrijver 10, 20 meter van verwijderd. En van dit beeld heeft de Enstra zelf al gezegd dat het een toevallige ontmoeting was. Zoveelste koelbloedige afrekening lijkt het in een crimineel circuit. Wat is er hier aan de hand? Koelbloedig was het zeker. Het is, met een zogenaamde riot gun op binnen enkele meters afstand is die man omgelegd. Hè. Wat is er aan de hand? Ja, ik kan er niet in de boekhouding kijken van wat de heren met elkaar hebben af te rekenen. Het zou kunnen zijn dat meneer Enstra een gedrag had openstaan. Daarom, iedereen kan speculeren. Dus daar beginnen we niet aan. We weten het niet. Wanneer houdt deze reeks van liquidaties op? Ja, vraag het aan mij. Je kunt het ook aan de voorbijganger hier op straat vragen. We weten het niet. Het lijkt niet alsof het na vandaag gaat stoppen.